bij de buur op een uur. Ja, we zijn inmiddels alweer een paar maanden op zoek naar geschikte uitstapjes in coronatijd in de omgeving van Flevoland op maximaal een uur rijden. En vandaag komen we uit in Alkmaar en dat is 55 minuten rijden van Almere. In Alkmaar staat het Kaasmuseum waar je ondergedompeld kunt worden in de wereld van de kaas. Miranda Tonkes is van de VVV Hart van Noord-Holland. Goedemiddag, Miranda. Goedemiddag. Een kaasmuseum. Wie komen daar nou? Iedereen die geïnteresseerd is in kaas. En dat zijn natuurlijk sowieso heel veel mensen uit het buitenland. Op dit moment wat minder. Dus ook veel mensen uit de regio en eigenlijk ook uit het hele land. En wat krijgen ze te zien in het museum? Ja, de wereld van kaas wordt daar getoond. Dus eigenlijk het hele proces van koe tot kaas. En hoe ziet dat eruit, dat proces? Dat begint bij een koe die in de wei staat, daar graast en melk geeft. En dat is dan het hele proces van kaas maken, hoe dat vroeger ging en ook uiteraard hoe dat nu gaat. Maar dat zie je ook echt in het museum, is iemand kaas aan het maken? Nee, er is geen, wordt geen kaas gemaakt. Dat is wat lastig met de hygiëneregelgeving uiteraard. Maar het wordt wel helemaal in beeld gebracht. De instrumenten die daar vroeger voor gebruikt werden en hoe dat nu gaat in de grote kaasmakerijen. En er wordt vanzelfsprekend ook wat verteld over de kaasmarkt in Alkmaar. Ja, moeten we dit nou vooral zien als een heel leerzaam museum, Miranda? Yes, ja, je leert sowieso. Voor kinderen is het echt heel leuk dat melk dus niet uit de supermarkt komt, maar echt van een koe en dat daar dus de kaas van gemaakt wordt. Dus het is ook op kinderen gericht. Nou, niet iedereen weet dat. Maar er wordt echt, het proces wordt heel goed in beeld gebracht. Ook voor kinderen is dat leuk. Maar we merken ook heel veel mensen die hier uit de regio komen. Er stonden vroeger veel kaasmakerijen die dat gewoon echt herkennen. Ook de instrumenten die daarbij gebruikt werden. Dus het is een feest van herkenning voor veel mensen. En ook gewoon leerzaam. Ja, maar ook een beetje nostalgie dus voor mensen die dat zeker, vroeger ook van dichtbij hebben gezien. Ja, ja. Ja, het is echt een leuke mix van interactief bezig zijn en van de nostalgie ook inderdaad wel de dingen die gebruikt werden vroeger om kaas te maken. En natuurlijk het verhaal van Alkmaar en de kaasmarkt. En wat is nou een leuk weetje wat je nou opsteekt bijvoorbeeld bij jullie het museum? Noem eens wat. Hoe het bij een koe van binnen er aan toe gaat met de 7 magen. En ook waar zuivel allemaal voor ingezet wordt, daar is een hele tentoonstelling van. En hoe kaas, dat het best een heel lang proces is om zoiets te maken, dat het niet vanzelf gaat. Hoe lang duurt dat eigenlijk? Kaas maken? Ja. Bedoel je? Ja, het hele proces. Ja, een beetje afhankelijk van het soort kaas wat je lekker vindt. Je hebt natuurlijk kaas die vrij snel naar rijping, dat zijn zachte kazen, maar echt een lekkere oude kaas ligt zo 48 maanden op de plank. Toep. Ja. Ik zat nog te denken, Miranda, wij hadden hier in de provincie ooit de Flevohof. Er zat een zuivelpaviljoen en daar werd dit onderwerp ook echt helemaal behandeld. Eigenlijk hadden we er nooit mee moeten stoppen, want het is dus kennelijk heel aantrekkelijk om zo'n soort museum binnen je grenzen te hebben. Nou ja, het Kaasmuseum past natuurlijk echt wel heel goed bij de kaasstad Alkmaar. We hebben normaal gesproken in de pre-coronatijd hebben we van eind maart tot eind september kaasmarkt in Alkmaar. En als bezoekers aan de kaasmarkt bezoeken, dan willen ze ook heel graag zien hoe kaas gemaakt wordt. Dus dat is een hele mooie aanvulling. Het klopt heel goed hier bij elkaar. Ja, nou is het museum zelf niet alleen van binnen leuk, maar ook het gebouw, hè? Want dat is nogal bijzonder. Vertel. Zeker. Ja, we zijn eigenlijk de buren. VVV zit onder het Kaasmuseum en we delen dat ook met de kaasdragers. In het Waaggebouw in Alkmaar, dat stamt uit de 14e eeuw. En het is ook dus de plek waar op vrijdag nog steeds die kaas gewogen wordt. En voor onze deur vindt de kaasmarkt plaats. Het is een fantastisch pand. Het ziet eruit als een kerk, dat denken mensen soms. Er zit een grote toren in, maar het is echt een Waaggebouw. Wat is jouw favoriete kaas? Medium, dus dat is een jong belegen kaas. Kan je het ook proeven eigenlijk in het museum? Jazeker, ja. En kopen, denk ik. Kopen, dat kan bij de verre kaaswinkels hier in de stad. Het museum zelf is het geen kaaswinkel. Ah, kijk eens aan. Nou, we zijn heel wat wijzer geworden. Dankjewel, Miranda Tonkes van de VVV Hart van Noord-Holland.